Ik sprak eens een kerkorganist en die zei over zijn werk: ik zit eigenlijk in de machinekamer van het geloof. Wat vind je daarvan? Ja, ik kan me daar wel wat bij begrijpen. Ik bedoel, je probeert als kerkorganist de gemeente mee te krijgen in de vaart van de dienst. En mijn machinekamer, mijn motor, hoop ik ook in de vaart van mijn schip mee te krijgen. Heb jij wel eens kerkorgel gespeeld? Ja, ik mag het zo'n 3 keer op een jaar ongeveer bij diverse gemeentes spelen. En heb je een bepaald repertoire dat je goed kent? Een bepaalde, ja, ik noem het nu al oneerbiedig, nummers? Ik moet eerlijk zeggen, als je in een gemeente speelt, heb ik daar niks over te zeggen. Dus ik krijg ze toegestuurd en ik moet ze instuderen. Maar zelf ben ik heel breed. Ik speel klassiek tot modern op een klassiek orgel. En jij hebt hier nu een orgel waar werkelijk, nou ja, waar ik van achterover val, want er kan van alles mee. Heb je dit zelf gemaakt? Wat is het? Ja, ik heb de kast zelf gemaakt en ik had een keyboard, die heb ik als een hoofd erin gezet. Dat ook de kinderen ook door kunnen spelen op hun repertoire. En zelf heb ik een grote computer eraan gehangen, die ja, onder het houtwerk heet dat systeem, waar de grote orgels in kunnen geladen worden. Tot en met het orgel van de Dom van Utrecht? Daar kan nog, ja, dan moet je geld hebben, maar je kan ook de Bovenkerk van Kampen erin zetten, je kan de Laurenskerk erin zetten, je kan alle kerken die ze gesampled hebben, kan je erin plaatsen. Wat is je favoriete kerk? Mijn favoriete kerk, maar die is niet gesampled, dat is Hasselt, de kerk. Die is, vind ik, heel mooi, maar dat willen ze niet. Maar in het houtwerk vind ik Heusden een heel mooi orgel en de Dom van Utrecht vind ik een heel mooi orgel. Zou je nog iets kerkelijks willen spelen? Ja, ik zou het ook gelijk groot aanzetten. Ja.